Gisteravond werden de nieuwe plannen voor het centrum in Emmeloord gepresenteerd. Daarmee lijkt de vernieuwing dichterbij dan ooit, want de discussie over het centrum speelt al jaren. Ja, eindelijk, dat zou je kunnen zeggen. Het heeft wat langer geduurd, maar we hebben als collegegemeente veel tijd te moeten besteden aan de voorkant. En we denken dat we dat straks aan de achterkant weer terugwinnen. Maar waar we ook veel aandacht aan hebben besteed is aan de kwaliteit die het moet gaan opleveren. En ik ben heel erg blij dat onze lokale ondernemers geloven in dit plan en ook te durven investeren in dit plan. Suelman doet hier onder meer mee op het voorhuis dat gaat uitbreiden. Het parkje naast het hotel gaat daardoor weg. Verderop komen er op de CWI-locatie appartementen. En ook in de omgeving van het Kettingplein worden woningen en horeca gebouwd. Daarnaast wordt het vernieuwde centrum veel groener. Het klinkt heel goed. En ik denk ook dat ze heel vooruit kijken wat betreft de woningen. Van wie daar geïnteresseerd zijn. Beetje jammer natuurlijk dat dat mooie park weggaat, waar vroeger dus die flats stonden. Maar het is begrijpelijk. Dus ik denk dat het best heel goed wordt. Ja, interessant. Het is altijd interessant om op de hoogte te blijven wat er gebeurt in je omgeving. Ik kijk met een iets ander doel als alleen het woonidee die ze nu hebben. Ik heb zelf een bedrijf, dus ik kijk voornamelijk zakelijk naar de opties die er zijn. En je wil blijven groeien dus. Bij het maken van de plannen werd gewerkt met een open planproces, waarbij bewoners veel invloed konden uitoefenen op het uiteindelijke ontwerp. Wat er wel bijzonder aan is, het gaat hier niet alleen om een politieke meerderheid, maar wat vooral belangrijk is, dat onze ondernemers en ook een heel groot gedeelte van onze bewoners achter dit plan staat. Je weet als je dan begint aan een open planproces dat je niet iedereen dat zin kan maken, maar ons streven is wel steeds geweest om draagvlak te hebben voor dit plan en ik denk dat dat gelukt is. De eerste werkzaamheden aan het centrum zullen vermoedelijk dit jaar van start gaan.